Kinderen moeten gereed gemaakt worden voor toekomstige technologie, terwijl ze nieuwe vaardigheden daarover bijleren. Young Engineers is een organisatie die zich bezighoudt met het gereed maken van kinderen om de technologie op verschillende manieren te benaderen. Het afgelopen weekend organiseerde Young Engineers die Science, Technology, Engineering en Mathematics STEM-educatie stimuleert, het Let's Build project. Het lange termijn doel van dit project is om kinderen gereed te maken om te gaan met verschillende technische aspecten. Het is volgens ingenieur Dheeraj Gangaram Pandey belangrijk om kinderen van jongs af aan te interesseren in het omgaan met toekomstige technologie. Die jonge hersentjes zo vroeg mogelijk brengen richting STEM. Want het is niet alleen spelen met blokjes, maar zie het als de kinderen te volgen instructiekaartje, instructieboekjes, ze moeten stappen volgen. Dus het is procesmatig nadenken, het is projectmatig nadenken, want als nu hun modelletje of hun robotje niet beweegt, waarom beweegt het niet? Dan gaan we kijken, zijn de stappen goed gevolgd, hebben ze alles goed gebouwd? En dan zo is het echt die hersentjes trainen. Gangaram Pandey zegt dat de organisatie uitkijkt naar verdere samenwerkingen ter versterking van het doel. Voor nu zal de focus blijven op het organiseren van verschillende projecten die kinderen helpen bij het beter kunnen omgaan met technologie.